Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen. Ik ben heel benieuwd. Derde wiel. Oeh. En deze ligt eronder. Die kan ik niet ontwijken. Die horen bij elkaar op een of andere manier in deze dagvibe. Ik ga nog een keer schudden. Ik ben heel benieuwd. Kijk wat resoneert. Tijd is vloeibaar en het kan gebeuren vanaf het moment dat je de reading ziet of hoort. Wat is er aan de hand? Derde wiel. Oh. Er zijn er twee. Ze zitten zo bij elkaar. Oh, voor wie is dit bedoeld? De dagvibe. Welke energie is er op dit moment? Wauw. Ik wil nog één kaart. Ik wil nog. Nou, hij valt al. En ik wil een Osho tarotkaart. Een Osho tarotkaart bij deze dagvibe. Voor wie is dit bedoeld? Wat moet er uitvallen? Deze. Ben je 76 toevallig? Hoeft helemaal niet. We gaan kijken. Ik begin met deze kaart. Politics. Oh, ik zie het al in de kaarten. Er is hier een masker. Iemand die niet zichzelf is. Iemand ja, die zichzelf, ik wou bijna zeggen, niet verraden. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Ik ga eerst lezen. Wat zegt de Osho Tarot hierover? Politiek. Herken je deze man? Met uitzondering van de meest onschuldige en oprechte onder ons, schuilt ergens in ieders hoofd een politicus. Het denken is in feite politiek. Plannen smeden en intrigeren en proberen situaties en mensen naar zijn hand te zetten om te krijgen wat het wil, is de aard van de mind. Hier wordt de mind voorgesteld als een slang die bedekt is met wolken. Ik zal zo de kaart nog even laten zien. En met een gespleten tong spreekt. Maar het belangrijkste inzicht van deze kaart is dat beide gezichten onecht zijn. Het aardige, onschuldige gezicht dat je kunt mij vertrouwen uitstraalt is een masker. En het boosaardige, giftige gezicht waaruit spreekt ik zal je wel krijgen is ook een masker. Politici hebben geen waar gezicht. Het hele spel is een leugen. Kijk eens goed naar jezelf om te zien of je dit spelletje hebt gespeeld. Het is misschien pijnlijk wat je te zien krijgt, maar niet zo pijnlijk als doorgaan met het spel. Uiteindelijk is niemand erbij gebaat. En jij nog het minst. Wat je ook op deze manier bereikt, het wordt gewoon stof in je handen. Oeh, lieve tekens. Kijk, het is een prachtige kaart. De gespleten tong, de slang. Alles is onecht. Er is hier iemand die in het nauw is. Iemand die eigenlijk al zo lang een masker ophoudt. Niet eerlijk is tegen zichzelf. Niet eerlijk is tegen anderen. En dat bedoel ik niet in de zin van dat je niet betrouwbaar bent. Maar eigenlijk meer naar je eigen gevoel. Je bent niet betrouwbaar naar jezelf in je eigen gevoel. Wat ligt hier? Ik ben heel benieuwd. Ja, zelfafwijzing. Oh, dit is zo duidelijk wat hier ligt. Het is zo duidelijk. Er is hier iemand die zijn kop in het zand steekt. Hij of zij, man of vrouw. En je bent eigenlijk met als grootste kenmerk in deze legging komt het door afwijzing. Doordat je je afgewezen voelt en eigenlijk nog het meest jezelf afwijst.
Ga je je als een kat in het nauw gedragen? Het is ongelooflijk. Ik voel het ook gewoon. Er is hier iemand die bijna uit een soort automatisme maskers draagt en onecht is, omdat je zo gekwetst bent door afwijzing, maar eigenlijk jezelf afwijst. Je vindt jezelf niet goed genoeg en daarom zet je maskers op. En dat kunnen verschillende maskers zijn. Een verdrietige, een vrolijke, het kan van alles zijn, maar nooit je echte gezicht. Ja, je bent verdrietig, je bent verdrietig. En eigenlijk, ik proef hier iemand die een chameleon is. Iemand die meekleurt met wat er is op dat moment. Misschien iemand die schippert, iemand die aanpast. Iemand die ja zegt en nee doet. Of ja zegt en nee denkt. Of andersom. En dat is wat hier aan de hand is. Het is heel duidelijk. Dat derde wiel, daar kom ik zo op. Je steekt je kop in het zand. Je zit jezelf dwars. Je zit jezelf dwars omdat je eigenlijk zo ver van jezelf bent weggeëpt. Door pijn, door kwetsing, door littekens ook die nog niet genezen zijn. Waardoor je helemaal niet meer weet wie ben ik nou eigenlijk. Ik pas me aan. Ik pas me aan het seizoen. Ik pas me aan de kleur die om me heen is. Maar je bent je eigen leven. En dat heeft te maken met dat derde wiel. Kom ik zo op terug. Emotionele schoonmaak. Te beginnen bij jouzelf. Er is hier iemand. En sorry dat ik het misschien zo bout zeg. Maar het is zo duidelijk. Er is hier iemand zo eigenlijk bijna op het randje van bitter. Verbitterd door jezelf niet goed genoeg vinden, niet van jezelf houden. En je hebt jezelf wijsgemaakt dat je beter een masker kunt dragen dan dat je jezelf kunt zijn. Want je denkt dat je zelf niet leuk bent, maar daarnaast weet je helemaal niet meer wie je zelf bent. Je bent gaan geloven in aangeleerd gedrag. Je doet wat er van je verwacht wordt. Je kleurt mee met de omgeving. In welke sfeer en flow. Je hebt eigenlijk een. Het is bijna een talent. Je hebt bijna een talent ontwikkeld. Om in allerlei verschillende golvenbewegingen een masker op te zetten. Maar nooit je eigen gezicht te laten zien. Lieve tekens voor wie dit bedoeld is. En het heeft te maken ook met een derde wiel. Dat derde wiel kan heel goed zijn dat je... Nou, het kan niet goed zijn. Het is gewoon aan de orde. Je voelt je ergens een derde wiel. En daaruit komt ook weer die afwijzing naar voren. Je voelt je niet goed genoeg, niet leuk genoeg. Je doet er niet toe. Dat gevoel, al dat negatieve gevoel over jezelf. Je stopt jezelf weg achter een masker. Achter plastic. Het kan heel goed zijn dat je in een situatie zit waarbij je het derde wiel bent omdat een bestaande partner met iemand anders gaat verkeren. Of omdat je enorm gek bent op iemand die al bezet is, waardoor je ook eigenlijk op een soort reservebank zit. En het is maar de vraag of je ooit van die reservebank wordt afgehaald, dat iemand voor jou gaat kiezen, of dat het gewoon een onmogelijke situatie is waarbij je jezelf nog eens een keer extra inpepert dat jij er niet toe doet en dat je tweede keus bent. Ik vind het heel naar. Je steekt je kop in het zand. Je wil volgens mij ook helemaal niet horen dat die ander niet beschikbaar is voor jou. Je wil doorzetten, je wil diegene ook laten zien dat jullie bij elkaar horen. Je hart vlamt voor diegene. Je hart vlamt. Ja, maar er is zoveel pijn in deze legging. Er is zoveel pijn. Je weet ook wel dat je je eigen leven bent. Maar op een of andere manier gooi je jezelf... Ik zeg het verkeerd. Je gooit jezelf niet te grabbel. Maar op een of andere manier leen je jezelf uit door niet jezelf te zijn. En door ook
met iemand om te gaan die niet beschikbaar is, op iemand te vallen die niet beschikbaar is. Het zijn allemaal, het zijn valse, valse dingen. Ze zijn niet realistisch, ze zijn niet echt, ze zijn niet puur. Dus op een of andere manier bevind je je in niemands land. Het is allemaal niet echt. Je bent niet jezelf. Je bent ook niet degene die met die ene is. Je bent een derde wiel. Je bent eigenlijk je eigen reserve. Je bent je eigen, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je bent je eigen tweede keus. Je mag er van jezelf niet zijn met je ware gezicht. Je mag er van die andere persoon niet zijn, want je bent een derde wiel. Je steekt je kop in het zand. Oh, ik word er helemaal een beetje droevig van. Ik wil eigenlijk een wegwijzerkaart, een magische wegwijzer. Je hart vlamt voor iemand die met iemand anders is of om andere redenen niet bij jou kan zijn. Maar het lijkt wel alsof je in een fase zit waarin je jezelf in allerlei opzichten verstopt. Verstopt, niet goed genoeg. Je wil tweede keus zijn hier, dat wil je niet, maar dat ben je. Je zit in een fase waarbij je een tweede keus bent. Je stelt je op als tweede keus, maar dat doe je ook met de maskers die je verruilt. Wat is er nou echt? Wat is nou origineel? Je kunt op dit moment even niet anders. Je weet het gewoon ook niet. Berg. Berg. Deze wil ik absoluut voorlezen. Want ik ben veel te nieuwsgierig. Ik hoop zo dat het een enorme, fijne boodschap is waar je wat aan hebt. Liefteken die hiermee te dealen heeft op dit moment. Je stopt jezelf weg en je neemt genoegen met minder. Namelijk niet jezelf durven te laten zien in je gezicht, in je hart, maar ook op een reservebank zitten. Het is allemaal, is het niet in de eerste, hoe zeg je dat, in de wie jij bent. Je verstopt je aard. Berg, je kunt ieder obstakel overwinnen. Dit is het moment om dit te gaan doen. Wauw. Soms kom je een obstakel tegen dat onoverkombaar lijkt, zoals een reusachtige berg die jou en je succes van elkaar scheidt. Je zou kunnen denken dat je de berg moet beklimmen om een weg te moeten hakken. Maar waarom zou je zo'n gevaarlijke, vervelende manier kiezen? Doe net als de rivieren die op een natuurlijke manier om de bergen heen stromen. Je komt betrekkelijk snel langs dit obstakel als je ervoor kiest om er omheen te gaan. Dit is het moment om je aan te passen aan je omstandigheden. Als je besluit om te gaan klimmen, denk er dan aan dat je dat stap voor stap doet en bepaal wat de volgende juiste stap moet zijn. Ongelooflijk. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Maar deze berg, deze wijsheid geeft aan dat je om de berg heen kunt. Maar ik heb het gevoel dat je niet meer om jezelf heen kan. En dat het veel makkelijker is en veel relaxter en veel puurder om de maskers af te doen en er buiten te komen met jouzelf. Wauw. Ik krijg een enorme moeheid over me heen. En dat heeft te maken met iemand die hier zich in allerlei bochten wringt. Om maar vooral alles te doen, maar niet jezelf te zijn. En dat is doodvermoeiend. Er is schoonmaak nodig, emotionele schoonmaak. Niet alleen van de persoon die niet beschikbaar is, maar ook de emotionele schoonmaak in je eigen hoofd. Geen derde wiel meer willen zijn, geen maskers meer willen dragen, maar gewoon puur te kunnen zijn die jij bent. Dan kun je al die jasjes uitdoen. Al die jasjes kun je uitdoen en je bent dan ook een stuk duidelijker voor je omgeving. Nou, het is een beetje een lange dag vibe, maar het is ongelooflijk belangrijk voor degene die hier op dit moment in zit, dat je probeert om wel van jezelf te houden en je te ontdoen van al die maskers. Het kost je zoveel moeite. Je bent je eigen leven. Jouw leven is van jou. Jij bent eigenaar over jouw leven. Je hebt bestaansrecht. Jij bent ook leuk.
Succes!